Hallo, hier is Wendy. We zijn bij het tweede gedeelte van de Corner to Corner. Ik heb al in een ander filmpje uitgelegd hoe je begint vanuit de punt hier, dat je het opzet. Klik dan even op deze link als je dat graag nog terug wil zien. Dat opent zich in een nieuwe tabblad, zodat je het straks op je gemakje kan bekijken. Deze tutorial is om te laten zien dat je kan kleurwisselen. Ik ga eerst nog even terug naar deze hoek haken, zodat we in deze hoek kunnen gaan kleurwisselen. Sorry. Daar gaan we. 6 lossen omhoog. 2, 3, 4, 5 en 6. We tellen weer 1, 2, 3, 4 naar beneden en maken daar ons stokje in. En dan in de volgende een stokje. En dan in de volgende een stokje. Je zou ook tussendoor al kunnen kleurwisselen. Dat is geen probleem. Kan ik ook straks nog even laten zien. Nou, waar heb ik nou deze voor? In het begin zit je heel erg te knoeien dat je denkt, hoe koppel ik hem nu weer aan het volgende blokje? Je zorgt dat het draadje onderaan zit. En je ziet hier je hulpdraadje. Daar maak je hem vast met een halve vaste. Je gaat 3 omhoog. 2, 3. Hulpdraadje eruit, die gebruiken we straks pas weer. En dan ga je nog 3 stokjes in dat blokje maken. 1, 2 en 3. Even een beetje draad pakken. Die maak je ook weer vast. Kijk, dit gaat automatisch. Nu weet je sowieso waar je naartoe moet. Ook weer in dat losse ruimte van je tussen de eerste en het tweede stokje van het vorige blokje. En die maak je vast met een halve vaste. En je gaat 3 omhoog. En je maakt weer je 3 stokjes rond die 3 lossen van je vorige vierkantje. 2 en 3. Ga je naar het volgende vierkantje. Weer in die losse ruimte vastmaken met een halve vaste. En je 3 lossen. En 3. En een stokje. 1. 2. En 3. En mijn wol moet weer eventjes pakken. Het is een zware bol. Dus ik moet even wat wol pakken. Die maken we vast aan de allerlaatste. Ook weer in de losse ruimte. Vastmaken met een halve vaste. 3 lossen omhoog. 1, 2 en 3. En je gaat weer 3 stokjes maken. 1, 2 en 3. En vind je het heel prettig het hulpdraadje te gebruiken? Pak je weer hier die 3 lossen van net. Daar haal je het draadje doorheen. En maak hem vast voor de volgende ronde. En nou ben ik vergeten, we zouden de kleurwissel doen. Dus we gaan even deze losmaken. Je pakt weer die 2 draadjes op. Dus dit was je vierde stokje. En dan pak je eentje terug. Je kan hem ook even uithalen en overnieuw beginnen. Dat is misschien wel handiger. En dan door 2, maar je laat er 2 staan. Dan gaan we de nieuwe kleur oppakken. En dan kan je hem of doorhalen, zo, maar ik vind het heel erg fijn. Ik ben met een deken bezig in Tunische haaksteken en daar heb ik nu aangeleerd om aan te hechten met een opzet lossen. Dat betekent dat dan hier al een knoopje zit, zodat je niet zomaar je draadjes kwijt kan raken uit je deken dat het loskomt. Dus met een opzet lossen trek ik hem er doorheen. En maak hem vast met een halve vaste. Dat is mijn kleurwissel. We gaan draaien. Dus hier heb je hem nu vastgemaakt. Dat knoopje gaat automatisch straks in dat vierkantje. Dus zie je eigenlijk niet meer terug. Gaan we weer 6 lossen omhoog. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Omslag. En dan ga je 1, 2, 3, 4 naar beneden. Dus hetzelfde als met wit. En dan
Ik heb hem in de verkeerde gestoken, zie ik. Want ik zei dat al bij het beginfilmpje. Let goed op dat je wel maar... Kijk, je houdt er 1 en... Oh, ik had het wel goed, sorry. Ik zat hiermee te... Dat was het knoopje. Sorry. Ik zit te bazelen. We gaan naar het derde stokje. We gaan naar het vierde stokje. Ik had hem natuurlijk aangehecht met een halve vaste. Dus het leek dat dit een steek is. Maar het is natuurlijk je halve vaste. Daar was ik even door abuis. Dus we hebben nu ons blokje gemaakt. Nou, dan zorg je dat dat draadje... Of je gaat hem wegwerken. Dat betekent dat je hem hier naartoe legt. En dat je hem meteen meeneemt in je werkje. Dat kan. Dat werkt dan als volgt. Je legt hem hier neer. Want je gaat hier insteken. Want je hebt hier het hulpdraadje. Hier gaan we bij het hulpdraadje onze halve vaste maken. Nou kijk, je hebt dan dat draadje mooi hier weggewerkt. En dan kan je 3 lossen omhoog. 1, 2 en 3. Haalt het hulpdraadje weer weg. Die is weer voor de volgende toer. Je legt je draadje er overheen. En dan gaan we 3 stokjes maken in deze ruimte. En 3. En dat is een telefoontje. Gelukkig is mijn dochter thuis, dus die neemt hem eventjes op. We hebben gemaakt 3 lossen en 3 stokjes in de ruimte. En die maken we zometeen vast in deze vierkant. En we gaan hem vastmaken met een halve vaste. 3 lossen omhoog. 1, 2 en 3. En dan gaan we een stokje maken. En nog een stokje maken. En nog een stokje maken. Ogenblikje. Ik zet hem heel even op pauze, want er moet iemand even wat mij vragen. Ik ben zo terug. En we gaan weer rustig verder. Het was mijn dochter. We gaan nagels zetten vandaag. Mijn nagels worden vandaag ook gezet. En ze moest even weten waar het adresje was. Dus even tussendoor. Moet kunnen. We zijn gebleven bij deze vierkant. En deze ga ik nu niet meer meenemen. Want dan ga je veel te hard trekken aan het draadje. Dus nu kan je gewoon verder met het vierkantjes maken. 1, 2 en 3. En weer rustig 3 stokjes in de vierkant maken. En ik haak hem even tot het einde, want dan kan je goed zien hoe mooi het is, dit systeem, die corner to corner, wat een mooie reliefjes er zeg maar inkomen in het patroon. 1, 2 en 3. En we gaan een stokje erin maken. Tweede. Derde. Beetje draad pakken. En vierde. En dan de laatste. In de ruimte. Oh, de volgende. In de ruimte. Met een halve vaste. 3 lossen. 1, 2 en 3. En we kunnen een stokje erin maken. 1. Oh, blijft in het draad zitten. 2 en 3. En kijk, zo heb je een hele mooie kleurwissel zonder dat je dat ziet. Zelf, je kan hem dus meehaken zoals je ziet. Je kan het dan wegwerken door met dit draadje die je ook weer gaat werken. Zorgen dat het een beetje aan elkaar komt. Je kan ook dit draadje er weer zelf wegwerken, want ik zelf hou niet zo heel erg van dat meehaken, omdat je dan hier tussen dat draadje ziet. Maar je kan hem dan zelf beter eventjes zo hier tussendoor haken. En dan krijg je een mooier geheel. Nou, je ziet hoe mooi relief je krijgt van dit corner-to-corner haken. En je zou ook weer op de terugweg je kleur kunnen wisselen. Ik ga het even laten zien. Ik zal deze eventjes eraf knippen. En dan ga ik even laten zien dat je ook tussendoor een blokje kan wisselen. Daar gaan we. We draaien hem weer om. We maken onze 6. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Omslag. 1, 2, 3 en 4.
maak je hier stokje. En het volgende stokje. En het volgende stokje. En stel nou voor dat ik hier de witte zou willen maken. Dan pak je dus weer je witte. Je maakt een opzet losse. En je zou dan hier, als je hem hier doorheen haalt, je witte kunnen meenemen. Dan heb je hem vastgemaakt met het blauwe blokje. Je maakt een halve vaste. En je begint met 1, 2 en 3. En we gaan in die losse ruimte nog stokjes haken. 2 en 3 en 4. En kijk, je hebt een hele mooie kleurwissel hier. Dat je deze blauwe hoort nog net zo dan. Kijk, je moet hem even een beetje aantrekken. Hij zit een beetje los. Zo. En dan zie je dat je per kleur zou kunnen wisselen. En hier zie je wel dat knoopje, maar dat kan je wegwerken. Want dit draadje ga je natuurlijk afknippen. En dan kan je zorgen dat je hem wegwerkt achter het draad wat hier zit. Zo kan je dus de corner to corner en elke keer kleur wisselen. Bedankt voor het kijken en heel graag tot het volgende filmpje. Dag!